Goeiemorgen, Dok Matt wat praat. Ik wil net bietjie iets sê oor gebed. Gebed is die ding waar ons in gesprekvoering gaan met die koning van konings. En wat zo wonderlijk is, die oomblik wanneer ons in gesprekvoering gaan, dan luister hierdie koning. En dan reageer hy. Dan kom Jesus' arm in werking. Jy sien, want ons praat met die koning. As ons iets nodig het, kan ons met hom praat. En partykeer is het nie net dat ons iets nodig het nie. Partykeer is het net lekker om het om te gesels en te sê hoe groot hy is. En net te vertel dat ons hom waardeer. Waardeer vir dit wat hy gedoen het, dit wat hy in ons levens beteken het. En ek dink, verhoudingsgewys, is het so belangrijk dat ons verhouding met hom altijd een oop gesprek moet wees. Gesels meer met die koning, meer gereeld, maak geleenthede, kry vir jou een tydperk wanneer jy met hom kan gesels. Maak jy saak wanneer of waar jy is nie. Gesels met die koning van konings. Gebed, een wonderlijke, wonderlijke, wonderlijke ding. En hoe meer jy dit gaan doen, hoe lekkerder gaan gebed vir jou raak. Herlewingsgroete.